I'm about to do what? Wat betekent het om autisme te hebben in onze huidige samenleving? Wat is er nodig om het onderwijs hier in Nederland inclusief te maken voor alle leerlingen? Het zijn heel veel onderwerpen. We gaan er vandaag mee aan de slag. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Monique Hindricks. Ik ben de moderator van vanavond. Welkom hier allemaal in de balie. En de aanleiding van vanavond is een hele bijzondere aanleiding. Het is het nieuwe boek van Koen Bruning op het spectrum Leven met Autisme. Ik ben heel blij dat we deze avond met jou mogen maken en ook dat je hier bent. Jij studeerde onder andere filosofie en op dit moment de master journalistiek en media aan de UvA. En je schreef al 2 boeken. Waarom wilde jij dit boek schrijven? Het is gewoon een heel lange periode geweest waarin ik vooral nadat ik van de middelbare school kwam. Een periode waarin ik ook heel lang mijn autisme heb verzwegen. En eigenlijk gewoon opging in de jongensgroep met wie ik voetbalde. En waarmee het ook makkelijker werd om het te maskeren. Dat ik steeds meer in aanraking kwam met instituties en normen. En daardoor ook eigenlijk begon te beseffen dat ik wel degelijk op een andere manier dacht dan andere mensen. En dat is een heel lange reis geweest van eigenlijk 3 jaar lang schrijven, herschrijven. Het ook van je afschrijven, waarbij ik soms de jij-vorm ging gebruiken, alsof ik niet meer de persoon met autisme was. Waarom deed je dat? Dat weet ik niet, maar een interviewer vroeg ook aan mij van, is het ook zo dat je misschien, ja, doet wat je allemaal doet omdat je niet meer die persoon met autisme wilde zijn. Dus al die boeken schrijven, erkenning proberen te vinden via die weg en andere weg. Dus ik denk dat daar wel een oorsprong zat. Alsof ik tegen mijn vroegere zelf kon spreken en kijken hoe ik me heb ontwikkeld. En dit boek is volgens mij nu zo geworden en zo mooi geworden. Niet alleen door de redacteur bij de uitgeverij, maar ook omdat ik het veel meer heb durven omarmen. En dat doe ik nu nog steeds elke dag hopelijk meer door de gesprekken die je over dit boek hebt. Maar het voelt een beetje dubbel als je enerzijds zegt, ik wilde schrijven omdat ik niet meer alleen maar die persoon met autisme wilde zijn, om dan een boek te schrijven wat dit als onderwerp heeft. Ja, dus ergens was er wel een bepaalde, ik vind woede dan een heel groot woord om nu meteen te gebruiken, maar wel een bepaald besef dat je natuurlijk vroeger evengoed heel vaak momenten heb gehad in speciaal onderwijs, in het regulier onderwijs, maar zeker in aanraking met overheidsinstanties, dat je met je moeder bij het gemeentehuis moet aankloppen en eigenlijk voor de zoveelste keer moet bewijzen dat je autistisch genoeg bent om een bepaald budget te krijgen of wat dan ook. Dus dat heeft mij waarschijnlijk wel tot schrijven gezet. En je koppelt in je boek, maar ook natuurlijk in de eerdere thema's die je aansnijdt, koppel je eigenlijk altijd alles ook aan grotere maatschappelijke thema's. Bijvoorbeeld aan kansengelijkheid. Waarom doe je dat? Ik denk dat dat heel belangrijk is, want de ervaring die ik heb gehad, waarbij je natuurlijk elke dag in meer en mindere mate je moet aanpassen aan andere sociale situaties, maar ook voelt dat je autisme op talloze manieren aan het maskeren bent, dat je niet de norm bent. En dat geldt even goed voor mensen die in armoede opgroeien of die op andere manieren in organisaties beseffen dat ze tegen het plafond aanlopen omdat ze vroeger nooit is verteld om ruimte in te nemen of vroeger nooit is verteld dat ze iets kunnen en dat ze van zaken moeten dromen waar ze wel degelijk van moeten dromen. Dus daarom koppel ik het aan bredere thema's in samenvatting, omdat je ook ziet dat juist in gezinnen met speciale behoeften of waar armoede is, heel veel thema's uitvergroot worden, zoals de relatie die een kind tot zijn of haar ouders heeft, omdat die ouders vaak ook met stress te maken hebben door geldzorgen of met stress te maken hebben omdat ze hun afvragen of hun kind wel een goede plek heeft op school, vaak in het speciaal onderwijs waar we het straks over gaan hebben. Dus daarom dat ik het ook wil koppelen aan bredere maatschappelijke thema's, omdat ik het daarmee ook politiek maak. Ik ga de andere sprekers aan tafel halen. Ik wil heel graag naar voren hebben Sander Begeer, Harriet en Harriet Duvoort. Sander Begeer, hoogleraar diversiteit van autisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Harriet Duvoort, journalist en columnist van de Volkskrant. Maar ook moeder van een kind met autisme. Ik heb de afgelopen jaren, mijn zoon is nu net 13 geworden. Die is trouwens al thuiszitter sinds zijn 9e. En dat is in ons geval ontzettend goed uitgepakt. Echt sinds corona, dat was echt gewoon een zegen, is hij echt tot bloei gekomen. Maar goed, hij heeft ook een verstandelijke beperking. Is ook uit de leerplicht gezet wegens niet leerbaarheid. Nou, we hebben uiteindelijk wel degelijk, we doen het gewoon echt allemaal zelf. Dus we ontscholen eigenlijk. En zijn vooral bezig met zelfredzaamheid. Lezen lukt nu een klein beetje. Dat lukte op school totaal niet.
maar heeft echt één op één begeleiding nodig. Ik bedoel, ik ben nooit getest. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, herkende ik natuurlijk ontzettend veel autistische trekjes. Ook in jezelf? Ja. En dan denk ik, ja, maar weet je, in mijn geval... Ik kan totaal niet tegen harde geluiden. En ik vind, weet je, ik kijk niet graag mensen in de ogen, et cetera. Maar ja, ik heb mijn leven. Ik ben altijd zelfstandig geweest. Ik heb gereisd. Volgens de maatschappelijke ladder doe je het hartstikke goed. Ja, weet je, en dat is natuurlijk wel een verschil. Aan de andere kant is het wel zo dat, ja, voor mijn kind... hij zit nu in de wet langdurige zorg. Er is natuurlijk wel ondersteuning dan eindelijk. Ja. En, Je benoemt bijna ook al een cliché wat er bestaat over mensen die autisme hebben. Wat voor, ik ben benieuwd bij de heren, wat voor misconcepties zijn er nog meer over mensen met autisme? Dat het voornamelijk witte jongetjes zijn. Dat ze geen sociale interesse hebben. Dat ze niet in staat zijn tot vriendschap, liefde. Dat ze geen empathie hebben. Dat ze niet leerbaar zijn, zich niet kunnen ontwikkelen. Ga ze maar door. Het is een hele rits dat je, niet met iemand met autisme een relatie kan hebben of zo. Of dat waarom iemand... denken mensen dat? Ja, dat moet je aan hun vragen. Dat is een stigma. Ik ken heel veel mensen die zeggen van ja, het is juist geweldig om met iemand met autisme een relatie te hebben. Want dan heb je niet die dubbele laag die neurotypische mensen hebben. Die lopen heel de tijd dingen te zeggen die ze helemaal niet menen. En met een autist dan heb je een beetje waar je over hebt. Koen, waarom moet jij lachen? Zou ik het eerst heel breed trekken? Ik denk dat een samenleving draait ook een beetje op smeerolie. Ik bedoel, als we allemaal in gesprekken gaan verzeggen wat er onder dat gesprek ligt, dan wordt het soms een heel raar gesprek. Mm-hmm. En ik denk dat als je kijkt naar zaken zoals de liefde, en dat schrijf ik ook in mijn boek, het ontbreekt mij niet aan liefde van alle vrienden en vriendinnen die er ook vandaag zijn. Maar in romantische relaties, zeker misschien hoe ik het heb ervaren... heel veel mensen met autisme ervaren... en je ook ziet bij Series of Love on the Spectrum... dit ligt zoveel onder non-verbaal... dat ik me ook wel eens heel erg verbaasd kan worden... omdat het bij mij heel veel in de binnenwereld blijft zitten... dat iemand gewoon niet doorhad inderdaad dat ik die persoon leuk vond. En terwijl ik dat wel heb proberen te zeggen of te laten zien, zeg maar. Dus, en dat geldt natuurlijk ook voor vriendschappelijke relaties op een heel ander niveau... dat je gewoon op zoek bent naar hoe maak ik een vriendje. En nou, voor mij heeft voetbal daar heel goed bij geholpen. Heb ik dat geluk gehad, laat ik het zo zeggen. Voetbal was mijn smeerolie. Veel van de hindernissen die mensen met autisme ervaren zijn... volgens jou niet het gevolg misschien van de stoornis die we autisme noemen. Maar van de manier waarop de maatschappij reageert. Ik zeg in mijn boek dat autisme en introduceer ook het begrip van neurodiversiteit... waarbij ik volgens ook zeg dat het een andere manier van mens zijn is. Maar aan zich is dat maar één deel van het verhaal. Mm-hmm. Want als je kijkt naar in ieder geval vrouwen met autisme... Ik bedoel, Sander zegt het net, er wordt heel vaak gedacht dat het een witte jongetjes... dat witte jongetjes het hebben. Zoals je wordt vaak als borderliner bijvoorbeeld gediagnosticeerd. Mm-hmm. Vrouwen met autisme. Ja. Dat historisch gezien vooral vrouwen met autisme... maar ook zwarte kinderen die autisme hebben... vaak ondergediagnosticeerd zijn. En dat je ziet dat vrouwen... omdat in hun jonge jaren al wordt verwacht... dat ze sociaal, rustig en timide zijn... vaak ook wel gedrag wat kinderen met autisme kunnen vertonen... wanneer ze zich afsluiten van de wereld... dat ze er ook niet bij hun per se wordt gezien dat ze autisme hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de raciale stereotypen die er zijn... over dat zwarte mensen agressief gedrag zouden vertonen... wat kinderen met autisme natuurlijk ook kunnen vertonen. Dus dat zie je eigenlijk vooral daarin... dat andere manieren van mens zijn zich kunnen opstapelen... en je uitdaging kunnen gaan vormen in je leven. Bij mij merk ik het vooral wanneer ik dus... binnen instituties en uitvergroot in zaken zoals liefde... opbotst tegen non-verbale zaken. Die spelen in een organisatie, die spelen in een onderlinge relatie. Alles wat dus gekoppeld wordt, of a priori wordt gekoppeld... naar mensen met autisme, dus ook aan het label autisme... of dat nu is dat je niet met verandering om kunt gaan. Dat je altijd en ten nimmer aan waarheden en routines vasthoudt. Terwijl het in werkelijkheid heel menselijke copingmechanismen zijn... die je bij iedereen ziet op het moment dat ze stress hebben... op het moment dat ze in armoede leven... op het moment dat ze heel veel te verduren hebben in hun leven... waarbij ze misschien ook gaan vasthouden aan bepaalde zekerheden en routines... en dat ze misschien uit kunnen vallen wanneer iemand daar als een soort van... ja, ik weet niet welke metafoor ik wil gebruiken... maar in ieder geval daardoorheen walst, zeg maar... En die binnenwereld verstoort, die heel sterke structuur kent. Koen, je hebt eigenlijk een andere leerroute... en ook een andere leerervaring gehad dan...
het kind van Harriet. Hoe was jouw ervaring in het regulier? Eerst als vraag en daarna in het speciaal onderwijs? Ik heb op het speciaal onderwijs gezeten van mijn 7e tot mijn 9e. Toen was ik al druk met voetbal en alles wat daar omheen hing. Dus ik bewoog me al door twee werelden. En dat creëerde ook wel een moment waarop je dan in het tweede jaar met allemaal vrienden en vriendinnen met wie je heel veel warmte voelt, maar ook wel reflectieproces op gang komt, omdat je gedrag om je heen ziet die je niet bij de voetbalclub om je heen ziet of in een andere wereld waar je door beweegt. Wat voor soort gedrag zag je? Nou ja, dat iemand dan plots een stoel door de klas gooit. Wat dus ook in zekere zin een reactie is op iets waar het bij die persoon van binnen te druk wordt en hij of zij van zich af slaat en die stoel een afweermechanisme is in dat geval. Dat ik dat steeds minder begreep en dat ik ook bij mezelf heel erg ging afvragen waarom ik dat dan dacht en wat het betekende over mij en dan op dat moment over mijn ontwikkeling, om het even zo te zeggen, alhoewel dat heel normatief misschien gesteld is van wat is dan een goede en slechte ontwikkeling. En dat ik toen op het regulier onderwijs terechtkwam. En hoe was het voor jou om dan weer in het regulier onderwijs terecht te komen? Ja, gewoon heel soepel. Mm-hmm. Juist omdat ik een klas koos waar ik heel veel jongens kende en die mij daarin beschermden. En daardoor ook op momenten dat ik op het voetbalveld of op het schoolplein dingen deed die misschien net even zo bij ze de norm vinden, moet even zo te omschrijven, dat zij voor mij gingen staan. Ja, ik wil heel even teruggaan op jouw opmerking over het speciaal onderwijs. Want wat mij namelijk ook opvalt, zowel in het speciaal onderwijs als ook in de gehandicaptenzorg, is als je kinderen hebt die natuurlijk door hun autisme gewoon soms vaker angstige reacties hebben of paniekaanvallen. Ja, die overprikkelen elkaar ook ontzettend sterk. Want ik bedoel, je hebt al dat alle prikkels 10 keer harder binnenkomen, want anders had je geen autisme. En dan zit je gewoon al. En ook die empathie, het is echt. Ik bedoel, bij mijn kind, ik hoef echt al. Als ik al een brief krijg en ik denk van, oh, dit vind ik niet leuk. Hij voelt al die energie gewoon. De energie, hè? Van jou. Ja, echt, ja. Ontzettend. Dus ik bedoel, ik denk, hij wordt ook helemaal gek van die empathie gewoon. Omdat hij te veel voelt. Maar dan is het ook niet een makkelijke situatie om dan, ja, weet je, 10 van die, ja, van, ja, om dat allemaal bij elkaar te hebben. Want je hebt ook, ondanks dat je wel soms vriendschappen natuurlijk ook hebt, je overprikkelt elkaar ook ontzettend. En weet jij waarom we dat doen? Het varieert inderdaad. En wij zijn 10 jaar geleden begonnen met het Nederlands Autismeregister, waarbij we een hele grote groep mensen volgen over de tijd. En dat was vlak voor de invoering van die nieuwe wet. Eigenlijk 2013 was onze eerste meting. En we hebben net afgelopen week het artikel gepubliceerd in een internationaal tijdschrift over of er nou sinds de invoering van die wet meer kinderen naar het speciaal onderwijs zijn gegaan. En? Het antwoord is nee. Eigenlijk van 10 jaar hebben we data steeds met nieuwe groepen kinderen. En het percentage speciaal onderwijs blijft gewoon rond de 60%. Maar het idee was toch juist dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs zouden gaan? Klopt. En wat we vooral horen, ik heb destijds ook veel gesprekken gehad met speciale scholen en mensen die daar werkten. En die zeiden van, ja, wij zijn een zinkend schip. Want we hebben de wet speciaal onderwijs. Dus of de wet passend onderwijs. Dus speciaal onderwijs gaat verdwijnen. Wij zijn er niet meer over een paar jaar. Maar wat er gebeurde is dat ze het steeds drukker kregen. Mm-hmm. En dat ze vooral kinderen kregen die ook beschadigd naar het speciaal onderwijs gingen. Omdat ze te lang geprobeerd is om... Ja, het is heel heftig om uit te vallen. Ja, en extreem veel gepest zijn. Ja. Daarom vind ik het voorbeeld van Koen ook zo hartverwarmend, dat het niet altijd zo is dat je soms ook vrienden hebt die voor je opstaan en zo'n cordon vormen. Maar helaas is de realiteit dat de meeste kinderen met autisme echt bruut gepest worden. En als je dus te lang probeert om dan in het reguliere onderwijs te blijven, ja, dan zijn ze in het speciaal onderwijs, wat ik hoor, eerst een jaar bezig om dat kind weer een beetje op te bouwen. In de zorg en in de diagnostiek is het veel meer dan vroeger nu een, wat je noemt, shared decision making. Dat de hulpverlener met de ouders en met het kind of met de volwassenen gaat kijken, wat heb jij nodig? En dan is het een gesprek wat twee kanten op gaat, in plaats van dat alleen maar de zorgverlener zegt wat voor zorg er te koop is. En dat zijn we ook in onderzoek nu mee bezig, van waar hebben mensen met autisme nu daadwerkelijk wat aan gehad? Ja. En dus het is, die kwetsbaarheid kan zich natuurlijk op heel veel verschillende manieren uiten. Dus dat is één ding. En een tweede is dat je eigenlijk
in het kijken naar autisme heel vaak het focus is op vaardigheden. Wat kan je? Maak je oogcontact? Kan je een goed gesprek voeren? Oh, en dan heb je, dan doe je het goed. Maar er wordt te weinig gekeken naar, ben je ook gelukkig? Dus ja. Er is nu veel meer oog voor kwaliteit van leven en welbevinden. Maar ook daarin is de norm ook weer heel erg neurotypisch. Dat je zegt, van, ja, je moet 2 kinderen, een golden retriever en een Volvo, dan ben je gelukkig. En al het andere is minder goed. Ja. Ik ga toch dit gedeelte moeten afbreken. Heel veel dank aan mijn sprekers hier aan tafel. En in de tussentijd, als we wisselen... Elijah Delsing, aan deze kant. Oprichter en voorzitter van de LBVSO, die opkomt voor de belangen van alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Thuiszitters en VAVO-leerlingen. Paul van Menen, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer, woordvoerder op onderwijs. En Merel van Vroonhoven, leraar in speciaal onderwijs, toezichthouder en columnist. En je had eerder ook allerlei bestuurlijke topfuncties, waaronder autoriteit, bij de autoriteit Financiële Markten. En je schreef recent 2 boeken, De Stap en Voor de Klas. Dankjewel dat jullie hier zijn en dat jullie aanschuiven. Elijah, ik wil eerst beginnen met jou. Kun je misschien eerst ons meenemen in wat jouw verhaal is? Want je hebt zelf ook autisme. Mm-hmm. En op dit moment zit je ook thuis. Ja, ik zat als eerste instantie op de basisschool. Was ik eerst naar zo'n... sorry voor mijn gebruik van taal, maar het was gewoon een kakkerschool. Mm-hmm. Gewoon allemaal rijke kinderen uit rijke families die allemaal naar diezelfde kleuterschool gingen. En had je ik daar... de enige leerling daar met ASS. En eerlijk gezegd, ik was gewoon een Tasmanian devil. Nee, mijn moeder was ook helemaal verward. Ze wist al eigenlijk vanaf geboorte dat er iets met mij was. Maar ze wist nog niet precies wat. Nou, ging ik een heel traject in om te bekijken wat ik nou allemaal had. Als eerste kwam ADHD naar buiten. Nou, mijn moeder dacht van... Elijah heeft heel veel dingen, geen ADHD. En op een gegeven moment kwam er ook de autisme-diagnose. Yes, als eerste was het Asperger. Mm-hmm. Maar na verdere onderzoeken bleek het... het valt nu allemaal onder de naam ASS. Maar toen ik werd gediagnosticeerd, was het klassiek autisme. Specifiek hoogfunctionerend klassiek autisme. Wat je dus ook doet, is dat je voorzitter en oprichter bent van de LBVSO... die zich inzet voor wat ik net al noemde. Onder andere de belangen van de kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs. Mm-hmm. Kun je, en we hebben het hier al eerder over gehad... en toen vroeg ik aan jou, wat zijn jullie belangrijkste punten? En zei ik, heb heel veel punten. Ja. En dat snap ik ook heel goed. Maar kun je ons meenemen in misschien 1 of 2 punten? Heel erg belangrijk punt vind ik dat eigenlijk de interieuren van de scholen anders moeten... Ik kijk eigenlijk naar mijn eigen school, maar ook naar heel veel van de andere speciale scholen waar ik langs ben geweest toen ik aan het eind van mijn basisschoolcarrière op zoek was met mijn moeder naar een passende school. Mm-hmm. Heel veel waren niet echt gebouwd voor speciale leerlingen en dat merkte je. Ze waren gewoon op een gegeven moment geconvert naar een speciaal onderwijsschool. De echo in sommige lokalen was verschrikkelijk. De hallen waren veel te krap. Dus iedereen zat weer veel te dicht op elkaar. Mensen met autisme en andere stoornissen zijn heel erg aanraking avers. Dus als iemand dan ons plotseling aanraakt, ja, dan vriezen we een beetje. Ik hoor een punt, namelijk... er moet anders nagedacht worden over ruimte. Er moeten gewoon überhaupt meer speciaal onderwijsscholen bij... Want er zijn nu enorm veel grote wachtlijsten voor speciale scholen. Ook omdat de scholen overvol zijn na de coronacrisis. Dus er moeten veel meer speciale scholen komen. Dus dat is voor voortgezet speciaal onderwijs, residentieel onderwijs, de praktijkonderwijs. Ook meer oog naar thuiszitters, et cetera. Maar dat er ook meer speciale scholen komen van verschillende niveaus. Want je hebt nu een overschot aan VMBO. En VMBO is absoluut belangrijk. Maar je hebt weer heel weinig HAVO en bijna geen VWO. Ja. Nu hebben we aan tafel zitten iemand die in speciaal onderwijs werkt... en iemand die in politiek zit. Fractievoorzitter van D66. Fractievoorzitter D66, Eerste Kamer. Het feit al dat de zoon van Harriet een vrijstelling van de leerplicht heeft... als je daarover nadenkt, dan zegt de samenleving tegen je van... nou ja,
Wij hebben onderwijs. Dat kind heeft eigenlijk leerplicht, maar dat kan niet. Het lukt niet. We vinden geen plek. Nou, weet je wat? Dan is de oplossing, dan ontslaan we je van die leerplicht. En dan zijn wij er verder vanaf. En dan wens ik je heel veel succes met je leven. Ik heb ook in mijn rol als onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer... heb ik een wet gemaakt die heet de wet op het leerrecht. Dus dat is iets heel anders dan een leerplicht. Dat bestaat in Nederland niet. Kinderen hebben geen recht. Ja, toen je dat tegen mij zei, was ik echt wel... Ja, nou, ik vond het bizar dat er in Nederland niet recht op onderwijs is. Ja, de meeste kinderen gaan gewoon naar school. Het gaat goed. Maar de overheid uiteindelijk moet er zijn... juist voor degene waarvoor het allemaal niet vanzelf gaat. Nou, die wet die maakt mogelijk dat we bijvoorbeeld gaan bekostigen... wat Harriet nu aan het doen is. He, dat er ruimte komt in tijd, in plaats en in programma... op de maat van wat kinderen nodig hebben voor hun leren. Dat is er nu niet. Je zit of 5 dagen op school of je zit 5 dagen thuis. He, even grofweg gezegd. En wat je moet doen is veel meer ook juist met bekostiging van de overheid... met hulp vanuit mensen die daar ook in gespecialiseerd zijn. Wat is voor dit kind het beste, de beste plek, plaats, de beste tijd... en het beste programma om te kunnen leren? En dat moeten we als overheid onze verantwoordelijkheid maken. Merel, je staat wel voor de klas. Ja. Gelukkig is dat... Ja. De kinderen die jij in de klas hebt, zouden die zich redden in het regulier onderwijs? Nou, er gaat nu 1 jongen, is eigenlijk een Koen van mijn klas... die gaat nu terug naar het regulier onderwijs, waar die vroeger op gezeten heeft. Dat is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling. Maar ook wel eentje waar ik best mijn hart voor vasthoud. Waarom? Omdat in de omgeving waar hij nu is... en je zei, hoe is het bij jullie op school? We hebben hele grote klaslokalen in het bos. Wij hebben als kinderen niet een hele dag volhouden... gaan ze bij ons een halve dag naar school. We zijn primair een school. Hè, en wat je veel ziet in het speciaal onderwijs... is dat het een soort van pedagogische omgeving is. Maar wij zijn een school. Je hebt recht op onderwijs bij ons. En dat betekent dus... dat wij op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten onderwijs geven. Dat is heel gestructureerd. Maar het goede nieuws is, dat is voor alle kinderen heel goed. Hè? Dus allerlei fratsen in het onderwijs rondom zelflerende toestanden... die zijn bijna voor geen enkel kind goed. Dus mijn stelling is altijd... wat goed is voor kinderen met autisme, is goed voor ons allemaal... En als je er zo naar kijkt, dan gun je eigenlijk alle kinderen in het onderwijs in Nederland... het onderwijs zoals dat bij ons op school is. En dat wil niet zeggen dat er ook hele grote nadelen zijn... aan het zijn van een kind wat in speciaal onderwijs zit. Want inderdaad, wat jij vertelde... Kinderen komen uit de hele omgeving. Dus die staan al om 7 uur te wachten. Zijn dan vaak 1 uur onderweg, omdat ze iedereen op moeten halen met het leerlingenvervoer. Komen dan bij mij om 7:45 in de klas. Dus ik denk, waar ik het meest allergisch voor ben, is beleidsmakers en bestuurders die op basis van papieren ideeën, externe consultants die van veel onderwijsgeld of zorggeld worden betaald, en dan zeggen, jongens, we gaan naar inclusief onderwijs. En dat inclusief onderwijs, ja, dat is net als het invoeren van een nieuw IT-systeem. Dat gaat wel gepaard met meer baten, maar ook lagere kosten. Wat wordt er bedoeld met inclusief onderwijs? Inclusief onderwijs is een systeem waar de ministerie, OCMW en de overheid in het algemeen langzamerhand naartoe wil werken. Om uiteindelijk kinderen vanuit speciaal onderwijs te helpen integreren in het regulier. En ja, wat net werd gezegd, er zijn heel veel kinderen die het speciaal onderwijs gewoon hard nodig hebben. Ik weet niet wat de soort van rare obsessie van de overheid is om kinderen vanuit speciaal onderwijs per se in het regulier te hoeven te willen. Want heel veel kinderen hebben gewoon extreem veel baat bij het speciaal onderwijs. Het is alsof je kind wil leren zwemmen door hem in het zwembad te duwen. Kijk, ik begrijp heel goed wat er gezegd wordt. Want de overheid is inderdaad een heel grof apparaat. Hè? We gaan een heel systeem opzetten wat heel exclusief is. Hè? Zoals voor dit kind hebben we dat, die vorm van onderwijs, et cetera. Nou, dat heeft ook nadelen, want mensen kennen elkaar niet meer. Mensen ontmoeten elkaar niet. Dus even mensen hebben ver van hun eigen huis. En het is allemaal met de beste bedoelingen gedaan. Maar dan gaan we dat, en dat ben ik helemaal met Merel eens... dan gaan we dat verklaren van dat is helemaal fout. En dan gaan we met z'n allen naar
inclusief onderwijs. Ja. Wat, nou, dat is maar één zin. Dat doet altijd recht aan, onrecht aan kinderen. Je moet gewoon vanuit het kind redeneren. Wat is de beste plek? Er zijn zeker kinderen die echt beter op hun plek zijn in het regulier onderwijs. Maar waarom wordt er dan bij het bedenken van dit soort plannen volgens jullie niet genoeg gedacht aan het kind? In alle eerlijkheid, het startpunt is niet het kind. Het startpunt is ook niet de ouders. Het startpunt zijn de overheidsfinanciën en het hoe organiseer je het. Tuurlijk, idealiter zitten we allemaal bij elkaar op school. Ik denk dat in een soort van totale droomwereld. En met heel veel docenten. Er zijn ook hele mooie voorbeelden van inclusief onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat het voor ieder kind geschikt is. En dat het voor ieder kind te organiseren is. En wat mijn grote zorg gewoon is op dit moment, is dat er dogmatisch achter een ideaal aangelopen wordt, zonder dat de consequenties daarvan en de benodigde ondersteuning wordt gefinancierd en georganiseerd. Laten we eens beginnen met de ervaringsdeskundigen veel meer centraal te stellen. Wat ik in het boek ook benadruk is dat op een gegeven moment gaat het over de invloed van de ouders. En die voelen natuurlijk ook in de huidige samenleving, of het nu ouders zijn van kinderen met autisme of ouders van kinderen zonder autisme, dat het kind presteert. Vaak, zeker als er 1-kindfamilie is, er nog meer aandacht mogelijk voor het kind, waardoor er nog meer geweten moet worden over het kind. Waarbij het dus een projectje aan zich soms wordt, zonder dat die ouders dat per se zo zien of willen. En dat daar ook heel veel druk bij komt kijken. Enerzijds aan de kant van... Maar bedoel je dan, het moet lukken met mijn kind? Het moet lukken met mijn kind. Enerzijds dat het creëert dat het moment waarop er ook maar iets mis zou gaan, dat er wellicht aan een diagnose wordt gedacht. En anderzijds dat het dus ook dezelfde sfeer creëert, wat natuurlijk, denk ik, ook effect heeft op politiek beleid. Want ik weet dan wat minder over hoe het vanuit de politiek werkt en alle regelingen. Maar dit gaat natuurlijk ook over een logica die uitgedragen wordt door ouders en waar het onderwijssysteem natuurlijk ook weer op reageert. Dus ik zie jou erg knikken, Merel. Ja, even kijken of ik je goed begrijp, Koen. Hoe ik het interpreteer is dat je eigenlijk zegt, de prestatiemaatschappij die we met elkaar ontwikkeld hebben, waarin alles meetbaar moet zijn, waarbij je eigenlijk zegt, we moeten allemaal, eigenlijk de meritocratie die hebben we ontwikkeld van, nou, je bent pas succesvol als je zoveel mogelijk diploma's hebt, en die heb je dan ook allemaal aan jezelf te danken, en als je die niet hebt bereikt, dan is het ook je eigen schuld. Die maatschappij is helemaal ook doorgevoerd in het onderwijs. En dat betekent dus dat je als ouders ook, of je nou wel of niet een kind hebt met autisme, ontzettend bezig bent met, kan mijn kind mee in de rat race? En daar worden dus helemaal de andere talenten die kinderen hebben, of ze nou autisme hebben of niet, die raken helemaal buiten beeld. Want het gaat eigenlijk alleen nog maar om de meetbare cognitieve competenties die een kind heeft. En niet meer of die heel creatief is, zoals het kind van Harriet. Of dat hij bijvoorbeeld dat die heel muzikaal is. Die, want die worden niet gemeten. En daar kom je er niet mee. En ik denk dat dat is wat jij bedoelt. Ja. En dat geeft een enorme druk op ouders. Ook al heb je een gewoon kind. Maar als je dan ook nog een kind hebt die niet in die CITO-test past, of in die intelligentietest, die natuurlijk ook maar gewoon neurotypisch is opgesteld, ja, dan heb je het heel zwaar. Wat wil je zeggen? Ja, een korte opmerking. Want Paul keek op een gegeven moment naar mij en zei van, zoals het ook bij jou goed ging toen je naar het regulier ging. En, maar ik bedoel, vanuit de speciaal onderwijs bekeken kunnen ze zien, die jongen voetbalt, die heeft een sociaal netwerk op die komende school, dat gaat potentieel lukken. Dus vanuit die blik bezien kun je zeggen, ja, hij kan naar het regulier, we gaan het proberen. Waarschijnlijk is dat dezelfde beredenering geweest die destijds bestond. Tegelijkertijd is voetbal dus een talent geweest waar ik acceptatie vond, waar ik rust vond bij jongens die ik kende. Ik weet totaal niet hoe het met mij was afgelopen, wanneer ik wel misschien in de klas was gepest. Wat voor effect dat heeft gehad op mijn leerprestaties. Wat voor effect dat had gehad op mijn familiesituatie. Had dat nog meer stress gezet op mijn ouders. Dus dat zijn allemaal padafhankelijkheden die daarin ontstaan. Mm-hmm. Die ik totaal niet kan overzien op dit moment. Dus mijn punt is meer dat dat voetbal dan daarin het talent is. En dat het ook misschien heel belangrijk is, juist bij die overstap, dat er wordt gekeken van, wat kan een kind heel goed? Want dat kost misschien niet zo heel veel geld om te kijken wat een kind goed kan. En hoe daar vandaan een sociaal netwerk kan ontstaan. En acceptatie en rust kan ontstaan. Die ook weer in het regulier onderwijs hun handvatten gaat geven om zich staande te houden. En ook van hun af te bijten. Want als je iets kan, dan ga je daar ook wel voor staan, denk ik. Ja, ik ben het echt absoluut eens met ook het hele ding van luisteren naar het kind. Beetje de media rondom autisme. Ik kijk vooral naar flutseries zoals The Good Doctor. Waar alle clichés naar boven komen. Alle clichés naar boven komen. En die een beetje het imago schetsen dat
weet je, autistische mensen niet echt voor hunzelf kunnen denken. Hun handje moet vastgehouden worden in elke situatie. Ze moeten door alles heen geholpen worden. Creëert een beetje het imago dat heel veel autistische kinderen niet echt voor hunzelf kunnen denken. En dus per definitie moet er dus ook niet naar hun geluisterd worden, maar eerder naar ouder of leraar. Want oh, zij weten niet wat ze willen, zij zijn autistisch. Ik denk dat het pleidooi voor met elkaar in gesprek blijven en inderdaad luisteren naar de ouder en luisteren naar het kind, dat is zeker overgekomen. Ik ga afsluiten voor vanavond. Koen, heel hartelijk dank voor je boek. Het boek is ook te koop. Dus als mensen het boek willen kopen, dan kunnen ze dat bij de uitgang kopen. Heel veel dank aan mijn sprekers en aan iedereen die zijn ervaring wilde delen, of het nou vanuit de zaal was of hier aan tafel. En heel hopelijk tot de volgende keer hier in de Bali.